De scholen zijn gesloten. Dat is eigenlijk een van de eerste maatregelen die werd genomen in het prille begin toen bekend werd dat er een positief getestgeval van COVID-19 in Suriname was. Er zijn daarna meer maatregelen gekomen, zoals de partiële lockdown. En je hebt een gezegde, ledigheid is des duivels orkussen. Eigenlijk, voor brokintje zijn sigunu. Wat dat wil zeggen is dat het is maar op niks te doen. Solicie dat juist, wat negatief zijn ik kan, dat je doet, of je gehoord is er bezig. En dat hebben we helaas ook kunnen merken. Want jongeren hebben nu bijvoorbeeld een challenge. Dat is mijn spuitzaan in de mofo. En dat is lid en een aanzieker. Wat enorm gevaarlijk is. Dus mij daagde de schrift uit. En dan maken ze er een filmpje van om het te posten. En alles voor de likes en shares. Pornofilmpjes. Al dat soort dingen komen daarbij kijken. We hebben een gesprek gehad met het hoofd van de afdeling voorlichting van jeugdzaken. De afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname, Milton Bishop. En Amanat ab afvolgende boskopogunu wat betreft de Sandici. Wat ik zo wil meegeven, je hebt heel veel tijd. Doe aan zelfreflectie. Dat want ik check jullie even. Hey, van je schoolprestatie. Je hebt nu de ruimte om je de samenleving, je vrienden, noem maar op, de mensen positief te beïnvloeden. Natuurlijk weten we, we zijn allemaal, de jongeren zijn deel van de samenleving. De aanbiedingen ook, verleidingen ook, noem maar op. Maar laat je niet meesleuren met de negatieve beïnvloedingen van derden. Nog ik maak lauw, nog ik maak haar, nog ik doe naar pornografie, nog ik doe aan sani, want je letter aansteken naar je tongen wat opbrong. Je wou er last, maar wat ik wil zeggen nogmaals, kies je vrienden. Positieve impact hebben op de samenleving. En doe je best. Nodig aan ruimte. Als je nog bij Rokobo eerste, tweede ronde. Nodig aan ten voetikte naar je boekoe. Want wat ze moeten weten is dat een negatieve beïnvloeding, strafbare gedraging, maar het achtervolg je. En de mensen staan er niet bij stil. Ik heb meegemaakt waarbij mensen met middelbaar hbo-opleidingen hebben gesolliciteerd naar een betrekking. En er komt een onderzoek. Die persoon is niet negatief in aanraking gekomen met de politie. Maar die persoon heeft een onbesproken gedrag. Dat wil zeggen, de man herkennen, maar voor een film, sago. Of de man herkennen, boy. Sabe met een seksfilm, noem maar op. Dus het heeft en het gaat je achtervolgen. En sranang ching. Allemaal sap alasma. Sumano sap gil. Evi bar gil eik. Alasma sabi. Sumano sap bischop. Wees mine weer uniform. De meis. Zodat ik jama sap Babylon. Dus sranam ching. En daarom wil ik de mensen zeggen. Social media. Gebruik het nuttig. Voor positieve doeleinden. En kies je vrienden. Vooral in attendies. Nog dat je na optie man. Je na optie basi. 10 voor 8. Je longo je na winkri. 5 voor 8. Je long graf san longwe. Je zoeken confrontatie. En ook de ouders. Wil ik oproepen. Ouders nog een tijdje met dat iweri. Nou, je maakt abtien. Abtien een actiefoek, als ik het zo ruw mag zeggen. Dus je maakt abtien. Je na eerste optreden met dat je altijd. Je na eerste optreden. Schoot ik altijd soms wanneer het kwaad al is geschied. Laten we samen. Het behoeft een integraal aanpak. Scoto one man doing. Media one man doing. De president kan het. De veiligheidsdiensten de man one man doing. Het begint eerst in klein verband. Also. En dat we breien uit. Want, if je begint also, tap je konadoro, asap tak akis regels mee. En niemand moet maar komen zeggen, ja, de situatie, noem maar op. De situatie, de economische situatie, de landelijke situatie, noem maar op. Geef geen reden om strafbare gedragingen te plegen. Mina ghetto boy. Alas aan mischies amandu. Maar Yusref moest met haar keuze, tak je moet dwing of mino dwing. Dus ik wil de mensen zeggen, nog eens zoeken naar een reden. Armoede is geen reden om te gaan stelen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Let goed op jezelf en laat je niet meesleuren. De straat.